Dames en heren, geachte genodigden, waarde generaal Verkerk. Zo dadelijk draagt u het commando over aan admiraal Kramer. Maar dat niet alleen. Ook neemt u, na maar liefst 39 dienstjaren, afscheid van de krijgsmacht. Uw inzet, uw vastberadenheid, uw betrokkenheid. Het heeft ons veel gebracht. En ja, het is me dan ook een zeer groot genoegen u te mogen mededelen dat het Zijne Majesteit heeft behaagd u te benoemen tot officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden. Mannen en vrouwen van de Koninklijke Marine, de jarenlange bezuinigingen hadden een dieper gat geslagen dan ik had voorzien. Maar voor u geldt dat u ondanks de beperkingen nooit bij de pakken gaat neerzitten. U heeft zich in Nederland en over de hele wereld ingezet voor vrede en veiligheid. Ik ben trots en dankbaar dat ik me met u al deze jaren heb mogen inzetten voor veiligheid op en vanuit zee. Hierbij verklaar ik, met forse tegenzin, het commando over de zeestrijdkrachten en de functie van admiraal Benelux te hebben neergelegd. Heer! Mijn drie speerpunten de komende jaren zijn de mens en de mens. Ik wil voor jullie de komende tijd drie dingen proberen te bereiken. Ten eerste, balans in onze activiteiten. Ten tweede, meer perspectief. En tenslotte, meer manoeuvreerruimte om gewoon goed ons werk te kunnen doen. Dames en heren, hierbij verklaar ik het commando over de zeestrijdkrachten en ABNL op mij te nemen. Als ik hem drie dingen mag meegeven, dan zou ik zeggen, blijf dicht bij jezelf. Probeer je en durf je kwetsbaar op te stellen. En als derde, luister naar je mensen.